GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben van de week een plan gepresenteerd. Een kansengelijkheidsplan met 10 punten voor het Leidse onderwijs. Heeft u het al kunnen lezen? Jazeker. Ze hebben inderdaad een pamflet gemaakt voor kansengelijkheid. Dat hebben ze aan de scholen aangeboden. Een tiental punten om kansengelijkheid te bevorderen. Ja, bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage. Zorg nou dat die echt vrijwillig is. Dat kinderen overal op school aan mee kunnen doen. Ook als ouders het niet kunnen betalen. Is dat iets waar u iets mee kunt überhaupt? Nou, er is al nieuwe wetgeving op stapel. 1 augustus van dit jaar gaat er een nieuwe wet in. Waarin aangescherpt is hoe scholen moeten omgaan met vrijwillige ouderbijdrage. De kern van die wet is. Alle kinderen moeten op school overal aan mee kunnen doen. Dus dat is gewoon ook een opdracht die scholen hebben. Daarnaast vraagt nu de PvdA om een vrijwillige ouderbijdrage te maximaliseren. Naar Amsterdams voorbeeld. Ja. Ik moet eerlijk bekennen, ik weet niet hoe ze dat daar gedaan hebben. Want volgens mij is dat wettelijk niet eens zo makkelijk om dat zo te doen. Maar daarom denk ik ook dat het verstandig is dat de PvdA daar een... ons vraagt als college om daar onderzoek naar te doen. Hoe zit dat nou precies? Ja. En is het verstandig om dit te doen? Of creëren we hiermee weer allerlei regels die in ieder geval niet doen wat we beogen, maar eigenlijk alleen maar in de weg zitten? Dus ik denk dat we dat moeten onderzoeken. Dat 10 puntenplan is vindt u wel een mooi initiatief, maar ik hoorde u volgens mij zeggen, breng daar ook een volgorde in aan, want we kunnen vast niet alles. Ja, het zijn 10 punten en op kansengelijkheid is natuurlijk al een thema waar we in Leiden al sinds de Leidse educatieve agenda heel hard mee bezig zijn. Dus dit is een van de 7 grote thema's die we met het onderwijs oppakken. Dat was voor corona al zo, wordt nu alleen maar belangrijker. De scholen hebben de opdracht om voor het Nationaal Programma Onderwijs, wat de onderwijsachterstanden snel moet wegwerken, om daar huiswerk voor te maken. En om daar, op basis daarvan krijgen ze ook een behoorlijk budget om dat op te pakken. Wij krijgen als gemeente ook een budget daarvoor. Dat is vele malen kleiner dan voor het onderwijs. Dat is ook logisch en terecht. Maar het geeft ons wel de mogelijkheid om een aantal dingen versneld op te pakken als dat geld straks beschikbaar komt. En mijn oproep vanavond aan de gemeenteraad was, van die 10 punten, probeer ook te prioriteren. Want ik denk niet dat we straks geld hebben om alles aan te pakken. Maar bijvoorbeeld, vind ik zelf ook heel erg belangrijk voor het jonge kind, de betrokkenheid van ouders. Snel ook ouders bewust maken van naar welke school kan je kind gaan. De vindbaarheid van ouders en kinderen. Dus dat ze ook goed snappen naar welke school kan mijn kind toe. Dat noemen we dan de voor- en vroegschoolse educatie met een duur woord. Ja, daar is ook een extra inspanning gewenst. Dus die willen we ook heel graag doen.